In deze aflevering hebben we voor u. Bij Verhoeven in Malle, België, maken ze biljarts. Twee oefenstoten met tekst en uitleg. Een kort interview met Frédéric Caudron. Welkom bij ons programma Het Biljartcafé. In deze aflevering gaan we erachter komen hoe biljarttafels gemaakt worden. Nou, om hierachter te komen zijn we in Malle in België bij Verhoeven Biljart. En we gaan binnen even een kijkje nemen hoe dat gemaakt wordt. We staan hier nu in de fabriek en iedereen heeft wel eens een keer een biljarttafel gezien. Maar ik ben eigenlijk ook wel eens benieuwd waaruit een biljarttafel opgebouwd wordt. Dus een biljarttafel wordt opgebouwd vooral uit heel veel hout bij ons. Al onze constructies zijn vervaardigd uit tropisch hardhout. Wat hier in boomstammen eigenlijk binnenkomt en als biljarttafel buiten gaat. We beginnen natuurlijk eerst bij de poten. Waarna op de poten een houten frame wordt geplaatst. Daarin wordt dan ook de verwarming gelegd. Als de verwarming erin ligt, komt daar bovenop de leiplaat. Die wordt dan gevlakt tot op 1800ste van een millimeter nauwkeurig. Daarna worden de banden op de tafel gemonteerd. Wij hebben nog altijd de zijdelings geschroefde banden. Daarna wordt het profiellijst op de eigenlijke houten band geplaatst, waarna het rubber erin gelijmd wordt. Het wordt terug gedemonteerd, het laken wordt gespannen en de tafel is klaar. Ja, want een biljarttafel moet natuurlijk erg vlak zijn om de bal goed te laten rollen. Hoe doen jullie dat? Dus wij doen dat door middel van onze zelfgemaakte vlakmachine, waar een metalen plaat dwars over de tafel getrokken wordt eigenlijk. En waaronder een carburandumpoeder, hetzelfde wat men op schuurpapier terugvindt, ligt. En daardoor wordt de tafel eigenlijk gevlakt. En u heeft het net ook over een verwarming. Wat is precies het nut van de verwarming in een biljarttafel? De bedoeling van de verwarming in de biljarttafel is eigenlijk helemaal niet om de biljart warm te maken, maar om hem droog te houden. Het is natuurlijk wel aangenamer spelen op een biljart die iets warmer staat, maar voor de tafel zelf is het eigenlijk niet nodig. Ja, en ik hoor hier allemaal geluiden op de achtergrond. En wat is hier precies, wat gebeurt er hier? Ja, dus bijvoorbeeld hier achter ons, daar zijn ze dus de hoekverbindingen aan het frezen voor de banden. En dan aan de andere kant, daar worden de banden geschuurd en om nadien teruggelakt te worden. Ik heb net gezien hoe hier een verwarming in de tafel is gelegd. En ik heb eigenlijk begrepen dat er vroeger in die tafels asbest lag. En dat mag natuurlijk niet meer. Waaruit bestaat het nu wel? Dus er is een plaatsvervangend materiaal gekomen voor het asbest, wat dat natuurlijk ook brandvrij moet zijn. En daarnaast zit er gewoon een weerstanddraad in de verwarming die de tafel verwarmt. En dat bestaat gewoon vooral uit metalen draden die gewoon verwarmd worden? Dat is een nikkelkroomdraad die daarvoor wordt gebruikt. En het is, eigenlijk komt het erop neer, het is hetzelfde systeem wat een strijkijzer verwarmt.
Alleen hier hebben wij dan ook een extra thermostaat in de tafel om de temperatuur te regelen. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe deze zaak ooit begonnen is. Destijds is mijn vader deze zaak begonnen in 1973. Hij is daarna op jonge leeftijd overleden in 1985. En toen hebben mijn broer en ik de zaak overgenomen. Iedere aflevering laat Dave Krijnen twee stootbeelden zien om de ballen zo snel mogelijk te verzamelen. Hier volgt het eerste stootbeeld. We spelen de gele bal aan onder het hart van de bal zonder effect. Dit doen we met een doorgaande keu. Hier zien we de looplijn van de gele bal. De looplijn van de rode bal gaat naar de korte band en vervolgt dan zijn weg naar wit. De dikte op bal 2 bepaalt of deze de goede lijn loopt naar de witte bal over één band. Het tweede stootbeeld. We spelen de gele bal aan onder het hart van de bal zonder effect. Dit doen we met een doorgaande keu. Hier zien we de looplijn van de gele bal. Dus via rood naar wit. De looplijn van de rode bal gaat via de lange band, korte band, richting witte bal. De dikte op bal 2 bepaalt of deze de goede lijn loopt of niet. Hoe verder u met de keu bij de stoot doorgaat, hoe sneller de stootbal wordt. U ziet dat het traject van de rode bal veel langer is dan dat van de gele. Dus hoeft u er niet zo ver doorheen te gaan. Dit zorgt dus voor meer snelheid in bal 2 en dus voor minder snelheid in bal 1. Turn out right. I can't believe your love has overtaken me. Results so sweet, a strength I've never ever seen. Peace and love forever. 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 Thank you.
Net hier een grandioze partij gespeeld, goed teruggekomen, grote serie erbij. Is dat wekelijks? Het is niet wekelijks, 17 beurten is eigenlijk een zeer goede partij en vooral met een zeer goede tegenstrijder die heel goed meespeelde en ook eigenlijk beter vertrok als ik. Maar mijn tweede helft was heel sterk, de tweede helft van zijn partij was heel sterk, dus 36-50 in 17 beurten is een schitterende partij voor beide eigenlijk. Hoe bent u eigenlijk in de biljart gerold? Ja, met mijn vader. Hè. Gewoon samen met mijn vader toen ik 8 jaar was naar de club gegaan en beginnen spelen. Hè. En niet meer gestopt. En eigenlijk op het biljart geslapen? Bij manier van spreken was dat bijna zo. Ja. Op een bepaald moment was ik echt bezeten van het spel. Dus ja, het is altijd gebleven. En Raymond Kermans, was een inspiratiebron bij jou? Oh ja, tuurlijk. Want toen ik begon was hij op het top van zijn carrière. En ik ken hem ook al ondertussen. Ja, ik speel al met hem in de ploeg al 17 jaar, 16 of 17 jaar. Dus ja, je leert van zo'n grootmeester natuurlijk. Ja. U speelt ook niet in de Belgische competitie? Nee? Ik speel niet met hem in de Belgische competitie, maar Raymond kom ik al tegen al 25 jaar en nog meer. Dus ja, in het begin is dat zo iemand, een monument tegen wie je eigenlijk niet durft spreken. Want je zegt, ja, dat is Raymond. En ja, het is een heel gewone mens eigenlijk. Heel sympathiek, heel spontaan, met wie je kunt babbelen op een gewone manier. Dus ja, eigenlijk een uitstekende persoon in het algemeen, ja. U heeft daar wel een makkelijke manier van spelen. Of u nu kader speelt zaterdag of zondag, 3 banden, maakt niet veel uit. Overschakelen of omschakelen is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Want na mijn kaderwedstrijden van gisteren moest ik toch wel gisteravond nog 3 banden trainen. Anders weet ik dat ik hier aan mijn wedstrijd niet op een optimale manier kan beginnen. En, ik doe er alles voor, anders weet ik dat het niet lukt. Want van de morgen nog een uur gespeeld hier. En, dan weet ik dat het moet gaan. Ja. Jullie zijn hier thuis met de Eredivisie. Volgend jaar ergens anders gaan zoeken, denk ik. Hè? Ja, het is spijtig genoeg. Maar ja, we hebben al, zoals ik zei, al 13 of 14 jaar met dezelfde ploeg. En, een schitterend lokaliteit en met leuke medespelers en natuurlijk, alles komt een einde en nu gaan we op een andere club ook evenveel vreugde en professionalisme zoeken. En hopelijk, we zitten allemaal bijna in een nieuwe ploeg, dus het komt allemaal goed. Er staat een leuk toetje op het programma, Crystal Kelly, laatste keer. Ja, laatste toernooi ook, dus ja, het is ook 21 jaar denk ik, toernooi is langer dan de ploeg. Ja, het is zo, hè. Maar we hebben het gehad. Het is schitterend geweest, ja. Dat is goed. Ja. Oké, dank u wel. Graag gedaan. Ja, ook in de bal. Ja. Een beetje rechts effect. En met Pomerans, iemand te wijzen. Zo ja, en nu stoten. Nou, bijna. Ik ga je nog even verder oefenen met Dave. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Iets hoger? Ja.